Ik mag vandaag bij een multimiljonair langskomen om te kijken hoe dat leven nou echt is. En wie weet mag ik ook een miljoentje hebben. Ik ga naar Salar Azimi, een vluchteling uit Iran, die een flink imperium heeft opgebouwd. Niemand weet hoeveel geld hij precies heeft. De ene zegt 23 miljoen, de andere denkt 50 miljoen. Het is in ieder geval genoeg dat de politie en overheid regelmatig in zijn zaken lopen te snuffelen. Maar ja, hij heeft dan ook een kasteel, een hotel, een restaurant, een wagenpark die groter is dan mijn GTA-garage, een helikopter als hij die nodig heeft, en zelfs zijn eigen voetbalclub. En ik mag dus een dag met hem meelopen. Dat gaat wat worden. Yes, Mr. Harm. Alles goed? Very welkom. Wij kwamen aanlopen en ik zag een kasteel staan. Ik wilde eigenlijk niet omheen draaien. Jij bent een vermogend man. Zo is dat. En ik heb gehoord dat je in de quote stond. Zo is dat ook. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar je verhaal. En hoe ziet bijvoorbeeld je koelkast eruit? Ligt er caviar in? Wat eet je als ontbijt? Laten we naar binnen gaan. Let's welkom. Go. Kom verder, we gaan eerst naar de woonkamer. Nou, ik zie sowieso, ik zie heel veel goud, laat ik het zo zeggen. Maar is dit echt goud of is het gewoon nepgoud van dat spuitgoud of zo? Nee, dat is gewoon een stel. En natuurlijk die kroonluchters wat je ziet, die komen uit Perzië, uit Iran. Waar is er goud overheen gegaan, dus het is wel goud. Dit is natuurlijk een heel bijzondere, die tapijt. Ik weet niet wat die kost, 100.000 euro, meer, minder. Oh, ik zal er wel niet maar... op... En dat is een heel mooie staatscadeau die hier is. Is het serieus 100.000 euro, dit kleed? Ja, is niet meer. Hè? Nee, dit meen je toch niet? Ja. En hier... Dit is dus, hier eet je altijd. Eigenlijk de laatste keer dat ik hier had gegeten was 3/4 jaar geleden met de kerst, denk ik. Ik eet heel vaak uit, maar goed, dat kun je ook zien van het goede leven. Geen buik is geen krediet. Zo noemen ze het echt in Iran, van een zakenman moet een goede buik hebben. En er zit echt wat waarde in die buik. Het is een begraafplaats van lammetjes en kippen en noem maar op. En over lekker eten gesproken. Ik ben dus echt benieuwd wat een multimiljonair nou in zijn koelkast heeft liggen. Laten we eens kijken. Als je van caviar houdt, dan moet je hier zijn. Dit is zo typisch. Gewoon een hele schaal vol caviar. Vreet maar... zoveel je maar wil. Kies maar een willekeurig een potje uit. Nou, show me. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Zo. Maak je open. En dan doe je op je hand, ja, zo, toch? Ja, dat doe je hier op je hand. Kijk eens. Ja, we gaan eerst een keer eens proosten. Ja, want voor de mensen die niet weten, dit zijn dus eigenlijk viseitjes. Voor dat hoe weinig ik heb. Dit is de etenswaar der aarde. Jongens, hey, Santé. Santé. Beijing. Zo. Verrukkelijk. Dit is lekker, hè. Het is ook best wel zout of zo. Lekker zoutig. Heerlijk. Zo. Ik heb natuurlijk ook een nieuwe manier uitgevonden om die caviar op te eten. Die leggen we op jouw horloge. Proost, Ching Ching. Santé. Santé. Zo. Verrukkelijk. Echt lekker dit. En dan nu spoel je hem altijd af met champagne of zo. Ja, en die moet je met champagne wassen natuurlijk. Ja. Hoe ziet de koelkast van iemand eruit die in de quote staat? Dat is een vraag die ik al tijd in mijn hoofd heb. Maar ik moet zeggen, het ziet er vrij normaal uit. Het is nog vrij degelijk. Ja, maar vergeet niet, wij eten nooit thuis. Hè? Dat had ik niet vergeten. Hè? Hij eet inderdaad nooit thuis, dus het maakt ook helemaal niks uit uiteindelijk. Salar heeft ook caviar van 100.000 euro. Hè? Hoe kan dat nou? Kijk dit. Het is gewoon even groot als mijn hand ongeveer. Dit is goud, waar je u tegen zegt waarschijnlijk. Dat zijn 209 diamanten. Dus als je die caviar hebt gegeten, hè, na het eten van die caviar kun jij 209 vrouwen blij maken. Ja, er zit ook een karaat diamant bij. Dus er zit voor tientallen duizenden euro's en diamanten in. Wauw. Van Zochel Azimi. Ja. En in het midden heb je een karma gun. Dus dat is ook een mooie gedachte. Karma is belangrijk in het leven. Dus als je goed bent voor medemens, dan heb je goed leven. Wauw. Bizar hoor. Ik heb nog nooit 100.000 euro in mijn hand vastgehouden, maar nu wel. Ik wil zeggen dat dit wel bizar voelt hoor. En jij bent eigenlijk wel een man van de goede investeringen doen en zo. En je dacht tussendoor even, weet je wat, ik ga even mijn eigen caviar met 100.000 euro aan diamanten maken. Duurste caviar der aarde van de planeet. Maar dan het hoogtepunt. Hij heeft iets waar ik echt van moet kwijlen. Een kelder vol drank. Hele dure drank. What? Oké, dit is heel vet. Ga ik dan van een hele kelder vol... Ik zie echt zoveel drankjes staan. Rode wijn, dat is in mijn foto hier. Foto van een broertje. Je hebt je eigen caviar, je eigen wijn. Wat voor... Heb je nog meer voedingswaar? Ja, eigen ginlijn. Safraan gin van Cyrus. Eigen wodka. Eigen safraan wodka. Eigen koffielijn. Azimi Diamond. Eigen bierlijn. Eigen wijnlijn. Eigen bier ook? Ja. Ik heb
dus ook mijn eigen bier gemaakt. Ja, we hebben nog heel oude wijnen staan. Hé, net als deze bijvoorbeeld. Dat is Médoc. Ik denk dat die ouder is dan jij. Hoe oud ben jij? Ik ben 24. Oh, je bent heel jong. Ja, ik ben nog die is van 1983. Dan heb je hier natuurlijk Pomerol van 1976. Die is misschien twee keer even oud als jij. Een wijn die zo oud is, kan je dan nog wel drinken? Ja, dit is topwijn. Dat is een rode wijn. Heel lekker. Ja, die wijnen die kosten 4.500 euro, 200.000 euro de fles. Ik zou net zeggen, dat is bizar. Wat ik ook heel vaak krijg zijn cadeau. Die heb ik laatst gehad, maar nog geen tijd gehad om te openen. Oeh, ja. Die is alvast voor jou. En dan gaan wij zo knallen. Gaan we die zo even knallen? Ja. En terwijl ik een van de duurste sigaren in mijn handen heb, die ik wel moet oproken terwijl ik niet rook, was ik eerst toch wel even benieuwd naar zijn wagenpark. Hoeveel auto's heb je nu in totaal dan? 13 of 14? Of... Ik moet een keer tellen. 13. Boodschappenauto's of zo. Heb je die ook? Dat is de Rolls Royce. Rolls Royce is een boodschappenauto, ja. Oké, er is eigenlijk één ding wat ik heel graag wil weten. Hoe ziet het toilet eruit? Kijk eens. Ja, dit is een mooie badkamer hoor. Ik zie hier ook Louis Vuitton handdoeken. Moet natuurlijk wel een beetje al mijn stijl. Prima wc'tje hoor. Ik zie een schilderij. Ik zie caviar erop. Wat is het verhaal hierachter? Dat straalt ook dingen waar ik mee geassocieerd word. We hebben bijvoorbeeld voor jouw beeldvorming vorig jaar hebben wij 150.000 euro opgemaakt en champagne spuiten. Jullie hebben 150.000 euro opgemaakt in één avond? Nee, in een dag of drie. In drie dagen, dus drie dagen. Ongeveer 50.000 euro per dag. Maar aan champagne en wat nog meer? Nou, met die champagne gingen we onze horloges wassen. Ik ben natuurlijk relatief jong. Ik ben wel 40. Mm-hmm. Ik zie er wel uit als 80. Maar dat komt omdat ik zo hard heb gewerkt. Ja, je hebt hard gewerkt. Ik heb hard gefeest. En in die 18 jaar dat ik in de business zit, heb ik echt geploeterd, gezwoegd. Maar nu ben ik aan het genieten van het leven. Ik ben begonnen op mijn 22e met telecomzaak. En op mijn 26e was ik miljonair. En op mijn 27 of 28e reed ik Lamborghini. Dus laat ik zo zeggen, tussen je 18e en 22e mag je een keer gek doen. Maar op je 22e moet je met je kop tegen de muur lopen en wakker worden. En een keer de draad oppakken en vol gas geven. En werk en geld verdienen. Je hebt een behoorlijk wagenpark. Ik zie hier al een Rolls Royce staan. Dat is een Porsche Cayenne Turbo. Iets van 160.000 euro, denk ik. Deze hebben wij van de week gekocht. Die kost 200.000 euro. Of tegen 200.000 euro. Dat is een nieuwste Mercedes. Volgens mij zijn wij een van de eerste in Nederland, denk ik. Deze auto is 200.000. Zoiets, ja. 190. Zo hé. Ik vind het ook een hele mooie bak hoor. Mooi rood is niet lelijk, dames en heren. Moet je nagaan dat deze sauna is gewoon een opslagplaats geworden, dames en heren. Er liggen gewoon wat verfspullen in de sauna, joh. We hebben nu 5 auto's gezien. Wat voor auto's heb je nog meer? Want je hebt hier... We hebben nog een Bugatti Baby en Lamborghini en al. Maar goed, dat is tijdgebrek. We moeten nu naar de projecten gaan kijken. Ja, precies. Nou, genoeg auto's gezien. We gaan gewoon door. Let's go. Kofferbak zit vol met... Ook een dikke gun hier. Oh, dit is toch mooi. Hier slaat je gewoon een fles op aan en ik vind het mooi, hoor. Weet je wat zo ziek is aan deze auto's? Dat ik er in één mag rijden aan het einde van de dag. Dat gaat wat worden. Goed, maar hoe komt deze beste man nou aan zijn geld? Nou, Salar heeft dus onder andere zijn eigen hotel. En die wilde hij me graag even laten zien. Nou, tof. We gaan even zitten. En dit is dus de Rolls. Dit is de Rolls, ja. Het sterrenhemeltje, natuurlijk. Ik vraag me eigenlijk af, rij je eigenlijk ooit zelf? Want je hebt nu een eigen chauffeur. Ik rijd bijna nooit zelf. Nooit. Ik haat autorijden. En toen waren we bij het grootste hotel van Zeeland. Met 40.000 vierkante meter grond. En dat allemaal van Salar. Ik kreeg de fitnessruimte te zien, het restaurant, de biologische binnentuin, wat suites met een bubbelbad en een rond bed. Het is gewoon een rond bed, joh. Een sexy bed, hè? Ja, dit is een mooi bed. Hè? Dat is ook echt een rond matras wat erop ligt. En Salar zijn kantoor. Zo. Dit is wel een kantoor hoe je hem wil, hoor. Hier werk je dus. Zit je hier veel? Of, Kijk, mijn ritme is als volgt. Ik slaap 5 uur 's ochtends. Je slaapt 5 uur 's ochtends? Dan ga je naar bed? Ja. Ik werk tot 5 uur 's ochtends. 5 uur ga ik slapen, elke dag. Vroeger, ik sliep 4 uur per dag. Ik sliep vroeger 8 uur 's ochtends en ik werd wakker 12 uur 's middags. S'nachts doe ik al die papierwerk, brieven, bijvoorbeeld deze stapel brieven, die zijn afgelopen nacht tot 6:30 gesneuveld. Al die tientallen miljoenen die ik verdiend heb, die heeft niemand cadeau gegeven aan ons. Die is ook niet iemand op de deur komen kloppen van alsjeblieft hier een paar miljoen euro van mij. Daar hebben wij echt hard voor moeten vechten, knallen en zwoegen. Ook al doe je een jaartje aan 4 uur slaap per nacht, dat is toch niet vol te houden? Ja, maar ik ging wel 1 keer in 8 weken op vakantie om op te laden 1 week. Ja. Resetten kwam ik terug. Dat was 7 weken lang, 8 weken lang weer zwoegen. Echt zwoegen.
verstand op nul, gas geven. En zo hebben wij gigantisch veel geld verdiend door hard en slim te werken. Dit hotel heeft een waarde van zo'n 18 miljoen euro. Oké. Maar Salar heeft nog een ander hotel. Dus daar gingen we ook even kijken. En toen liet hij zien wat hij nog meer had. Wat is gebeurd? Ik heb beide buren gekocht. Dus die muur gaan we uitslaan. Oh ja. Daar komt een hotel. Die heb ik een loopbrug gemaakt. En dan gaan we naar een andere hotel. Dat is heel absurd. Oh, je hebt gewoon de tegenbouw hier tegenaan heb je ook gewoon gekocht. Ja. Nee joh. Kijk, dit is bijvoorbeeld één project van ons. Zo ja. Dus ik had bijvoorbeeld die andere project. Dat is die gebouw daar. Die heb ik gekocht. 100.000 euro's winst gepakt. En verder verkocht. En gelijk weer verder verkocht. Ja. Ik heb die buren gekocht. Ja. Daarboven komen allemaal hotelkamers. Zo in de etage bovenop. En ik heb ook andere buren gekocht. Dus beide buren heb ik gekocht. Dus dit hotel is van jou. Je hebt dit erbij gekocht. Daar wordt een hotel. En die andere blok ook bij gekocht. Daar wordt ook een hotel. Dus je koopt eigenlijk blok na blok na blok. En zo we eigenlijk door de hele stad heen. Ja, dat wordt wel aan de weg getimmerd, ja. We gingen ook wat nieuwe appartementen bekijken. Die hij heeft gekocht voor 6 miljoen. En nog bij een ander hotel in aanbouw. En als kers op de taart keken we bij het nieuwe huis van zijn broertje. Waar blijkbaar 24 karaat goud in de muur zit. Wat? Waarom? En onderweg daar naartoe moesten we even ouderwets genieten. Dit hoort er wel bij, hè? Dit hoort erbij. Dit hoort erbij, ja. Yes. Ja. Kijk eens even. Moet zorgen dat je niet je eigen vinger kunt natuurlijk, hè? Branderen ding. Ijstrekken. Doe je dit op dagelijkse basis, een sigaartje opsteken? Of is dat alleen ook bij feestelijke gelegenheden of zo? Alleen als er iets te vieren is, of als ik met goede vrienden omringd ben, of bij een leuke event. Dames en heren, dit is wel het leven hoor, in een Rolls Royce. Prachtig sterrenhemeltje, sigaartje erbij. Onderweg naar een villa die net gebouwd is. Is die al af of wordt die al gebouwd? Nee, er wordt nog gebouwd. Ze gaan naar een villa in aanbouw. Ah, zo, we zijn bij de villa in aanbouw. Kijk eens even. Ah, dit wordt erin hoor. Hier is dus 24 karaat goud. Nee. Is ermee in verwerkt. Dus eigenlijk zit er gewoon goud in de muur. Ingebakken, in verwerkt. Dat is nee. Ongelooflijk. Maar dit is zelfs zo ongelooflijk dat zelfs jij zegt van doe normaal. Ja, dat is gewoon over de top, hè. Kijk, je gek kan doen, oké, iedereen doet wel eens gek, maar dat is te gek. Je gaat niet goud plakken op de muur. Maar dat doet mijn broertje wel. Ja, van al die dure meuk krijg ik wel honger, hoor. Gelukkig bezit Salar zowat elk restaurant in de buurt. Dus mocht ik lekker gratis dineren. Heerlijk. Maar toen was het moment aangebroken. Ik mocht een rondje in een hele dikke Maserati rijden. Zitten we dan in de Maserati? En zoals Salar mooi zegt, is een blik ijzer. Maar het is wel een heel snel blik ijzer. Ja, ja, ja. Let's go! Oh, shit. Deze man is gek, joh. Ja, we reden 200 en een beetje, hè? Dat kan je kwaad. Nu mag je eens terugrijden. Ja, joh, weet je zeker? Ja. Oké. Nu kun je vol gas. Let's go! Hij wil wel hoor. Yo, dikke shout-out naar Salar Azimi. Ik ben enorm geïnspireerd en ik hoop natuurlijk jij ook. Ik heb ook een dag heel luxe geleefd in Dubai, zonder daarvoor te betalen. Check het hier, klik.